Jan, gefeliciteerd. Tweede. Maar kan je nog lachen? Ja, nu wel weer. Goed, de knop is nu al rond. Maar ja, het is gewoon een shit race. En de snelheid kwam gewoon niet. Wat parkeerde de rand dan? Ja, geen idee eigenlijk. Ik zet hem op dezelfde manier weg als 2 weken geleden. En ja, waar ik toen 29 laag reed, zeg maar makkelijk, was dat nu meteen al een 30er. En ja, goed, daar blijf je dan een beetje in hangen, zeg maar. En toen had ik nog een laatste stuiptrekking op een gegeven moment. Maar ja, na 3 kilometer kwam het aan. Baten en ja, goed. Balen, ja. En nu, morgen, de 1500 meter. Ja, wel in de buitenbaan starten, dus dat is mooi. Wat ik zeg, knopje om uitwerken, even nog wat eten en pitten en dan morgen nieuwe dag, nieuwe kansen. Was misschien van tevoren de druk ook te hoog die je zelf hebt opgelegd? Nee, goed. Ik train voor dit soort toernooien en ik wil gewoon winnen. En als je dat dan uitspreekt, dan weet je. Ja, dat is je goed recht, hoor. Ja, en dan blijf ik gewoon dicht bij jezelf, want dat is gewoon mijn ambitie. En zo ging deze race ook gewoon in. Maar ja, hij liep niet en dat is echt dat is gewoon kloten. Verschil met Sven was groot. Ja, vandaag was het te groot. En kijken of we dat morgen kunnen veranderen.